Deze week in de Grote ADO-show zijn we bij de presentatie van een nieuwe supportersvereniging. Krijgt een Haagse vriendengroep de VKM mee. Ja, dit zijn neef en nicht voor een nieuwe eigen. Bang, 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 bang. En Vito zit op de middenstip. Dit is de Grote ADO-show. Sinds deze week heeft ADO weer een officiële supportersvereniging. Jacco is een van de initiatiefnemers die ervoor heeft gezorgd dat er weer nieuw leven in de supportersvereniging wordt geblazen. En voor de wedstrijd tegen PEC wordt dit officieel gepresenteerd op het veld. Hey Jacco, zo meteen is het moment daar. Ja, gaat eindelijk gebeuren. Vind je het spannend? Nou ja, ik vond eigenlijk het begin spannend toen je met de club voor het eerst ging zitten. Nu valt het wel mee. Het is wel bijzonder, want het waren allemaal kleine clubjes, hè? En nu is het echt gewoon één groep weer geworden. Nou, die had natuurlijk vroeger de supportersvereniging onder aansturing van Dennis de Bruin. Die is ermee gestopt. En daardoor is eigenlijk de officiële supportersvereniging gestopt. Fansupport, Midden-Noord zijn altijd wel, blijven altijd bezig in het stadion. En ook onder de nieuwe supportersvereniging blijven we ook gewoon een eigen ding doen. Alleen, je hebt nu weer een algemene supportersvereniging die voor alle supporters aanwezig is. En die ook voor alle supporters belangenbehartiging, feestjes en dat soort zaken zal gaan organiseren. Dat klinkt allemaal veelbelovend. Maar een vereniging is natuurlijk niet compleet zonder naam en een logo. En het logo van de supportersvereniging is gemaakt door Patrick, die we kennen als de spandoekenmaker van ADO Den Haag. Straks wordt de nieuwe supportersvereniging wordt gepresenteerd hier op het veld. Ja, en dan moeten we natuurlijk wel een logo hebben. En daarvoor moeten we bij jou zijn. Nou ja, kijk, iedereen kon meedoen met een wedstrijd, geloof ik. Ik heb ook iets ingestuurd en mijn ding vonden ze het leukste. Dus, Nu hadden we natuurlijk twee taken, hè? We moesten een logo hebben. Ja. En natuurlijk ook een naam. Ja, we hadden een logo nodig inderdaad. Nou, die door Patrick Goos heeft die ontworpen. Dat was de vingerafdruk met een ooievaar erin. En ja, toen hadden we ook een naam. Nou, we hebben geloof ik 30 tot 40 inzendingen gehad. Daarvan waren de naam die het meeste gekozen werd door de commissie, was Haagse Bluk. En die was twee keer ingezonden. Ja, dat betekent dat je twee winnaars hebt. Ja, en die twee winnaars mogen samen met Jacco en Patrick het veld op. Zodat niemand minder dan Lex Schoenmaker de nieuwe supportersvereniging officieel kan presenteren aan het publiek. Dames en heren, namens ADO en de nieuwe supportersvereniging. En dit is hem dan geworden, de nieuwe supportersvereniging van ADO Den Haag, Haagse Bluf. Jongens, het moment was gewoon net daar. Ja. Jullie zijn de naamgevers van een nieuwe supportersvereniging. Marcel, hoe was dat op het veld? Nou, dat was geweldig, ja. Toch een mooi sfeertje hier zo. En dan sta je daar in het midden, dat is niet verkeerd, nee, natuurlijk. Maar Haagse Bluf, waarom Haagse Bluf? Dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Ja, het is het meest logische naam eigenlijk, hè. Haagse Bluf, dat hoort gewoon bij de Haag. En dat is gewoon het eerste wat in je opkomt ook dan, ja. Straks komen we tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle nog een oude bekende tegen op de tribunes. Ja, Den Haag, ja, dat hoort er gewoon bij, weet je wel. Het is gewoon liefde voor Den Haag, dus liefde voor ADO. Maar nu eerst de Venken, want die gaat deze week mee met niet één, maar een hele groep ADO-supporters. En ze duiken meteen de keuken in, want op een lege maag kan je natuurlijk niet naar de wedstrijd. Kip, het meest veelzijdige stukje van deze kip. Vandaag gaan we naar ADO tegen PEC. Helemaal enige. Broodje kip in je maag, 3-0 voor Den Haag. En als de broodjes op zijn, is het tijd voor een diepte-interview. Ja, Wouter, wat is jouw passie voor Den Haag? Groen-geel. Wat is jouw passie voor Den Haag? Toch een stadje. Stadje, de Haagse stadje. Boys, tijd om te gaan. Den Haag wacht op niemand. Ben je ready, Klaas? We gaan! Als de jassen zijn aangetrokken, lopen de jongens naar tram 4, waar ze bij de halte een paar bekenden tegenkomen. Ja, dit zijn neef en nicht voor een nieuwe eigen baantje. Bang, 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 bang! Hé? Alles voor de Haag! Hallo! Hallo! Zo, we stappen lekker in de tram in. Ja, en met zo'n lange tramrit voor de boeg krijg je natuurlijk dorst. Maar daar hebben de jongens zich natuurlijk prima op voorbereid. Daar komt de spoelbak. Ja, hij spoelt er even. Waar
Waarom heb jij vandaag precies de cam geregeld? Wij een hele grote groep vrienden zijn die allemaal van ADO zijn, hart en nieren. En we gaan nu eindelijk een keer weer met z'n allen naar het stadion. Een supporter van ADO kan niet uitleggen. Dat is het gevoel. Nee, dat is een lachen man. Leuk met die jongens op stap. Dat is André. Ik hoor je niet bij het groep. En op woord denk je. Voor een paar 1-1. Hoe wordt het 2-1? Ik heb geld staan op 2-1, dus ik mag fucking hopen dat het 2-1 wordt. De voorspellingen zijn gedaan, dus de wandeling vanaf het Vorenpark naar het stadion kan beginnen. Lange wandeling, hè, Den? Stadion. Zodra iedereen het stadion binnen is, moet er natuurlijk voorbereiding worden getroffen voor de eventuele dorst. Proost, mannen! Het bier is ingeslagen, de plekjes zijn gevonden, de wedstrijd kan beginnen. De stemming zit er al snel goed in als Aalberg de 1-0 scoort. En de overwinning lijkt binnen als Eduardo de 2-0 maakt. Toch weet Pek de stand weer gelijk te trekken. De 2-2 is een feit en ADO lijkt twee kostbare punten te verspillen. Maar gelukkig heeft ADO nog altijd een geheim wapen. Het Haagse kwartiertje lijkt weer helemaal terug te zijn. Zeker als Kramer in de allerlaatste seconde de 3-2 maakt. De jongens konden geen betere wedstrijd uitkiezen. De overwinning op PEC is een feit. De 3 punten blijven weer in Den Haag. En ADO is met deze overwinning al 4 wedstrijden ongeslagen. Genoeg reden om dit te vieren in het supportershome, waar het nog lang gezellig bleef. Wil jij nou een keer de ADO-fancam mee? Mail dan naar degroteadoshow@omroepwest.nl en wie weet krijg jij de camera mee. Welkom op de middenstip. Ja, het ziet er gezellig uit. Ja, hè? Een leuk tafeltje verzorgd. Ja. Hey Vito, vertel eens iets uit van je privéleven. Uit wat voor soort familie kom je eigenlijk? Ja, toch wel uit een voetbalfamilie, denk ik. Mijn vader gevoetbald, mijn opa gevoetbald, mijn moeder gevoetbald, mijn broertje voetbald, mijn broer die kan voetballen. Dus eigenlijk was het een beetje een logisch gevolg dat jij gewoon profvoetballer zou worden. Het was wel de sport die ik wel graag wilde doen. Dat is om mijn 4e toen van start gegaan. Maar op je 4e stond je waarschijnlijk gewoon maar liefjes te plukken vanaf het grasveld. Nou ja, volgens mij pas kwam ik iemand tegen. Die was toen meegegaan naar de eerste training. En toen scoorde ik me eigenlijk goal en toen ging ik juichen. Maar het is hartstikke leuk. Ik mocht nog geen wedstrijden voetballen. Maar omdat ik wat talent had, mocht ik al wel met de grotere jongens meedoen. Ja, hey, dan even wat anders. Want je uiterlijk. Is dat een ding wat je ook dagelijks bezighoudt? Wat je... Uiterlijke verzorging? Wat ik zeg, volgens mij kan iedereen wel zeggen van, dat het er niks doet als hij er niet uitziet. Maar, dan, is het een vorm van expressie ook voor jou? Nee, ik ga niet speciaal naar de tattoo shop om tatoeages te zetten om stoer uit te zien. Helemaal niet, nee. Ik doe het omdat ik het mooi vind en omdat er een betekenis bij me achter zit. Heb jij één tatoeage die echt een hele bijzondere betekenis heeft? Die van mijn opa en oma. Ik ga ze nu laten zien. Want nee, het is hartstikke koud. Maar waar zit die ongeveer voor de Ja, die kan ik wel een klein beetje laten zien. Het zijn de namen van mijn opa en oma, overleden. En die hebben het eigenlijk nooit meegemaakt dat ik de profwereld ben gaan betreden. En hij stond wel altijd voor me klaar bij Dovo. Hij bracht me altijd, of vaker bracht hij me. Je speelt al een tijdje bij ADO Den Haag. Nou, de club is jarig, bestaat 110 jaar. Wat is jouw mooiste moment eigenlijk van de club? Mijn mooiste moment?
Ik denk toch wel in mijn goal die ik hier maakte, bij mijn thuisdebuut. En ja, toch wel twee keer een mooie negende plaats. Ook, ik denk dat dat ook wel ja, in één constant seizoen, één roerig seizoen, dat het wel weer streven is voor dit seizoen. Elke week in samenwerking met Fox Sports nemen we een kijkje in het leven van ADO-icoon Lex Schoenmaker. Over voetbal praten doet Lex het liefst met zijn beste vriend Willem van Hanegem. De Kromme leert Schoenmaker als ploeggenoot bij Feyenoord de harde wetten van het voetbal. Maar hij was hij kon goed voetballen gewoon. Maar af en toe was hij een beetje niet gemakzuchtig, nee, maar gewoon te aardig. In die wereld, voor die wereld in die periode. Dus toen zat ik hem nog wel eens achterna om hem op zijn laarzen te geven. Omdat je weet dat hij gewoon een bruikbaar en een goede speler is. Hij is wit. Ja, ja, nou, bij, op de training. Ik werd gewoon gecorrigeerd. Ik heb er heel veel baat bij gehad. Nou, die hebben een contract. Dus dan ga je daar gewoon mee werken. Wat heb ik nou voor een... Een melodietje, ja, ja, ja. Ondanks de kritische houding van Hanegem ontstaat er tussen de twee bij Feyenoord een vriendschap. Oudere mensen gaat er niet op zo'n veldpad te staan. Zijn allebei AOW'ers. Ja, we trokken veel met elkaar op. En als er dingen gebeuren moesten, ja, dan... Dat is nemen zo. De klik was er. En hij had al natuurlijk een hele goede klik toen met Wim Jansen. Ja, en daar... Je ging erheen en we kwamen graag bij hem thuis. En... ja, het was gewoon heel zoiets gevoelsmatig, kom je niet veel tegen. Het hart bij elkaar luchten doen Willem en Lex niet. Nee, maar jij doet net of dat twee zedenprekers zijn geweest, geloof ik. Nee, je praat gewoon met elkaar over alles. Maar niet dat je denkt van, oh, ik ga dus Lex naar mij om zijn hart te luchten. Nee, natuurlijk niet. Maar is genoeg wat de twee wel bindt. Willem was ook een hele grote muziekliefhebber. En ik had dan zeg maar de LP's toen al en de platen van Joe Cocker. Nou, en dat vond Willem heel goed, dus ik maakte bandjes voor hem. Ja. En dan reden we wel eens naar, moesten we iets doen of zo. Nou, dan ging dat bandje erin en werd grijs gedraaid. Het duo wordt in Saoedi-Arabië herenigd. Dit keer als trainingskoppel. Lex was trainer van Dordrecht en Willem wil hem graag meenemen. Nou, omdat Lex, ik denk dat het wel eens onderschat wordt. Dat hij heus wel kijk heeft op het spelletje. En daarom is het iemand waarvan je weet, die zijn niet besodemieteren. Dat is ook wel belangrijk als je in het buitenland zit. Dus dat hij, dat was niet zo moeilijk. En ik was er dolblij mee dat hij meeging. En hij kan heel goed schrijven. Dat is niet mijn kwaliteit, maar hij is echt zo'n schriftgeleerde ook, die alles, alles op papier ja, zet. Ja, alles bijhield, ja, maar ja, dat moet wel, want je moet toch af en toe kijken wat je gedaan hebt. En ik, maar uiteindelijk is gekomen dat hij belde omdat er een vogel op zijn kop gescheten had, zei hij. Toch? Nee, dat was ik zit gewoon in de tuin en ineens, ik weet niet wat voor vogel, maar die scheet ineens om mijn kop. Dus ik denk, nou, dat is mazzel, dacht ik. En het gekke is, ik ga naar binnen. En nog geen uur daarna gaat de fax. En over iets in een ploeg in Saoedi-Arabië. Dus ik dacht in het begin, ik denk, dat is bananensplit. Die willen mij een beetje in de maling nemen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Nou, dan heb ik meteen contact gezocht met Lex. En hij ging gelukkig mee. Geen onvoldoendes in speelronde 25. En hoe kan het ook anders na zo'n heerlijke wedstrijd? Op 3, Roland Aalberg. Hij scoort een 7,7 en maakt het eerste doelpunt in het Kyocera Stadion. Thomas Christensen, de Deen, scoort een 8, is terug van weg geweest. En op 1, de man van de doelpunten, de man van de 93ste minuut, de man van de 3 punten en de man met een 8,4. Michiel Kramer is de ADO-speler van de week. Het klassement, Martin Hansen nog altijd aan kop. En terug in de top 5, Vito Wormgoor op plek 4 met een 6.
Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier. Komt er? Stem dan hier. Iedere week komen bij HVV Laakkwartier de ADO All-Stars bij elkaar. Uiteraard voor de gezelligheid, maar ook om te trainen. En onze All-Stars kunnen best wat, want ze zijn al 2 keer landskampioen geworden. We beginnen met 6 minuten rondom het veld. 6 minuten. Kom erbij, kom op! Doe mee! De ADO All-Stars, ja, het is een initiatief van onder andere Vriendenloterij, Eredivisie en ADO om een aantal 60-plussers aan de gang te krijgen. En eigenlijk is de ADO All-Stars nu een hele grote vriendengroep geworden. Middenlijn. Jawel, middenlijn. Hij wil de bal. Wij zijn de oudste. Wij zijn de oudste. Hey Henk. Hey hier, kutje. Hey Titje. Hey Henkie. Henkie, die bal naar mij, hè. Ik ben de oudste, dat weet je. Mijn leeftijd is 76 jaar. Van 3 juli 1938. Die blijft binnen. We gaan jagen, laat ze niet spelen. Rood in het midden. We spelen alleen maar walking voetbal, we mogen niet rennen. Af en toe smokkelen wel eens iets. Hè. Dat hoort er helemaal bij. Het is best wel moeilijk om dat af te leren. Maar als je het echt goed doet, walking voetbal, dan staat ook echt het zweet op je rug, hoor. Hé hey Rekkie, wat doe je nou? Je levert die bal in. En daar hebben ze een hele competitie van gemaakt ook. Hè. En we zijn al 2 jaar zijn we al ongeslagen. HML! We zijn vrij fanatiek dan ook. Het is wel loopvoetbal. Maar ja, we willen niet graag gauw verliezen dan ook. Hè. Dus er komt echt wel een beetje eten bij dan ook. Hè. Er zijn sommigen die zijn niet vooruit te branden. Maar ja, die staan ook vaak langs de kant te kijken. Dus dat is simpel zat. Sorry Berend. Ik denk dat we op een andere manier nooit zo bij elkaar zouden zijn gekomen op 60-plussen. Dan doe je dat niet. Maar door dit initiatief ja, zie je eigenlijk dat je ja, met elkaar allemaal bent. Dat iedereen daar behoefte aan heeft om ja, lekker te ballen en sociaal bezig te zijn. Dus uiteindelijk hebben wij ADO nodig gehad daarvoor. Terug naar het stadion, waar ik na de wedstrijd nog een oude bekende tegenkom. Edwin Jansen, onder andere bekend van IJdels en de ontdekker van onze Haagse ster Anouk. Hij is niet alleen, want samen met zijn 2 zoons heeft hij een mooi plekje in het stadion gevonden. Maar volgens mij zit het echt een beetje bij jullie in de familie, hè? De liefde voor ADO. Ja, best wel. Nou, ik moet zeggen, ik heb het altijd wel een beetje gehad, maar ik was niet zo'n voetbalfanaat. Maar door die gasten kom ik steeds vaker en zitten we echt Eurosport of Fox Sport. We zitten alles te kijken, omdat zij zijn zo fanatiek. En dan word je als vader ook weer steeds fanatieker. Ja. Volgens mij heb ik ADO-kenners hier zitten. Ja, we gaan wel best wel vaak. Hoe vaak gaan jullie? Nou, papa heeft bekende vrienden en meestal geven die kaartjes aan papa, dus... Zo, dat is handig dat papa zulke vrienden heeft. Ja. En wie is jouw grote voorbeeld bij ADO? Nou, Kramer is wel heel goed, maar nou, eigenlijk het meeste Alberg. Toch Alberg? Ja. En die heeft net gescoord? Ja. Dus jij helemaal blij? Ja. Wie is jouw grote help bij ADO? Kramer. Waarom? Nou, hij scoort ook vaak. En hij scoort ook heel vaak mooi. Die jongens die kunnen ook wel echt lekker over ADO babbelen, moet ik zeggen. Krijgen ze dat nou met jou, met de paplepel eigenlijk van jou erbij? Over jongens, als je van voetbal houdt, is het ADO Den Haag. En dan moet je wel weten wie de spitsen zijn. En nee, dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Want ze mochten zelf kiezen. Ze hoefden van mij, het maakt niet uit, maar ze zijn zelf zo fanatiek. En dan ga je erin mee. Maar het is niet dat ze van mij dat moeten. Weet je hoor, ik stimuleer ze wel, maar het moet uit hun komen. En het komt uit hun. En dan vind ik het leuk. Waar komt de liefde van ADO eigenlijk bij jou vandaan? Want jij kwam ook al voordat de jongens er waren. Ja, Den Haag, Haagenees. Weet je, je moet toch, hoewel ik niet zo heel vaak kwam, maar thuis altijd Sudersport. Ja, Den Haag, ja, dat hoort er gewoon bij, weet je wel. Het is gewoon liefde voor Den Haag, dus liefde voor ADO. Mooie afsluiter.
We zijn van het weekend wel verwend, hè? Ja, zeker verwend. Hè? Hoe lang gaan we nog genieten van Kramer? Of moeten we nu gewoon van hem gaan genieten? Ja. En we zijn hem van de zomer toch kwijt? Ja, dat zag je met Torstra in Marschal. Als gaan we nog weg. Dus, Kramer, die moeten we halen natuurlijk. Ja. Dat willen jullie ook, maar die gaat weg. We moeten genieten. Ja, het is wel een keer leuk geweest als de club zegt, toen met Bouleki, met dat vliegtuig nog, weet je. Het ging maar om ik heb ze niet in mijn zak, maar het ging om 2 ton verschil. En toen liet die Bouleki gaan voor 2 ton. Gaat het om Kramer, misschien 2-3 ton, van, zegt meneer Wang van, Wang, hier, bang, bang. Hier, we houden hem gewoon. Ik ben nog helemaal het spoor bijster, hoor. Waar hebt die het dan in godsnaam? Dat we Bouleki voor 2 ton verschil lieten gaan. Is dat zo? Ja. Het zijn allemaal weer nieuwe verhalen voor me. Okay, en u bent erbij, hè? Wist u dit nog niet? Want het hebt nergens gestaan, geloof ik. Inside information. Dus Kramer, die hebt ons weer gered. Terwijl het hele team heb gevochten. Echt, hè? Ja, nee. Ja, hij moet ze erin maken, maar daar is hij toch voor. Ja. Een verdediger is om te verdedigen en een spits is om te scoren. Wordt hij ook een beetje in stelling gebracht door Mikey Verduinen? Dat zeggen ze wel, hè? Ja. Je mag ze ook een eigen mening hebben. Ik vind het wel. Had hij toch 3 hele goede kansen gekregen, die niet miste. Ja, ja. Hey, Groningen, hè? Dat is ook lekker, Groningen. Gaan we daar punten pakken, bij Groningen? Tuurlijk. Eentje. Gaan we 1 punt? Minimaal een punt. Nee. We gaan echt winnen. Gaan we winnen. Groningen is ook niet zo bijzonder, hoor. Wij zijn goed, hoor. Ja, wij zijn ook goed. Maar alleen, we moeten even geen kleine foutjes maken. En dat vind ik wel vervelend van dat Groningen, want eigenlijk wil ik niet gaan. Er zit een net, dat is een zwart net, heb je voor je snuffert. Nou, ik wil fotootjes maken. Dat lukt niet, want dat net. Filmen, dat gaat niet, dat net. Maar ook als je gaat kijken, met die ogen van mij natuurlijk, die moeten door dat net heen inzoomen, uitzoomen. Heb je wat aan je netvlies? Ik heb s'avonds heb ik zo. Ja, nee, dan heb je wat aan je netvlies. Ik heb migraine ervan, joh. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe Grote Ado-show. Wil je de aflevering nog een keer terugzien? Kijk dan op onze website en vergeet onze Facebookpagina niet te liken. Tot volgende week. Ciao!